In de huidige macro-economische modellen spelen banken, geld en schuld vrijwel geen rol. En dat moet anders als we de economie beter willen begrijpen. Ja, van de hele economie. Alleen daar zit een aanname in dat de, de echte actie in de reële sfeer zit. Dus de financiële sector accommodeert als het ware passief wat er, wat er voor optimalisatieprocessen in de reële sfeer is. Daar tegenover staan uh, modellen van Keynes en Minsky die hebben uitgelegd dat omdat we een financiële sector hebben zit er instabiliteit ingebakken in de economie. Dus om die instabiliteit te snappen heb je echt een ander soort modellen nodig dan de confessionele macroeconomische modellen nu. Hoe maakt dat een verschil in praktische analyses? Nou dat is, dat is heel erg praktisch. Het betekent dus dat je financiële stromen expliciet moet maken en moet gaan volgen in je model. Bijvoorbeeld als je dat doet, dan zie je dat op de Amerikaanse aandelenmarkt bedrijven meer geld besteed hebben de afgelopen 20, 30 jaar aan het opkopen van hun eigen aandelen dan ze geld verkregen hebben aan het nieuw uitgeven van aandelen. Dus ons beeld van de aandelenmarkt, die bedrijven voorziet van financiële middelen voor hun investeringen en innovatie, klopt dan niet? Nou, dat is een belangrijk feit. Maar hoe gaat dat in de conventionele modellen? Uh, nou, volgens sommige mensen zit daar wel een financiële sector in, maar als je kijkt hoe dat dan gebeurt, dan zit dat vaak in de vorm van fricties erin. Uh, en het idee is dan dat de financiële sector op zijn hoogst kan zorgen voor fricties in het reële sectoroptimaliseringsproces. Dus dat is dan de weerspiegeling van kredietmarkten bijvoorbeeld. Nou, dat is een volledig uh, ongeloofwaardige modellering, voor mij ongeloofwaardige modellering van, van uh, financiële markten. En Schuld zit er niet in, omdat het idee is dat assets en assets liabilities toch hetzelfde zijn altijd, dus dat die tegen elkaar wegvallen. Dat is bijvoorbeeld Lucas heeft het ook gezegd een tijdje geleden. Ja. Dat is een heel raar idee als je er financieel naar kijkt, want uh, als de ene heel veel schuld heeft en de andere heeft een heel groot goed, kan, kan er nog steeds wel een heel groot probleem ontstaan. Kijk maar naar de hypotheekschulden. Hoe zit de situatie in Nederland qua beleidsanalyse? Als je dit soort voorbeelden bekijkt, dan zie je dus dat de financiële sector dingen doet met de economie die anders zijn dan je, dan je zou verwachten. En dat is ook in de Nederlandse economie. Hebben we niet uh, beleidsanalyses die daar echt serieus naar kijken op deze manier. Het model van het CPB bijvoorbeeld, het Safir 2 model, in 2010 geïntroduceerd. In de beschrijving daarvan uh, zie je dat banken schuld en geld... Geen rol spelen. En er wordt ook bijgeschreven dat naar aanleiding van de grote voorspelfouten rondom de crisis daar ook serieus naar gekeken wordt. Maar ja, er is tot nu toe nog niet zoveel mee gedaan, lijkt het. En hetzelfde geldt voor DNB-modellen. Dus er is wel wat genoemd wordt partiële analyse. Er wordt wel gekeken naar balance sheets van sectoren. Uh, maar er is niet een macro-model waarin de financiële sector echt serieus genomen wordt in dat opzicht. Zijn er alternatieven? Er zijn alternatieven. Uh, dat zijn modellen die ja, zogenaamde stockflow-consistent modellen, modellen waarin je wel de hele macro-economie modelleert en waarin je financiële stromen expliciet maakt. Dus dan wordt het ook mogelijk in een model dat bijvoorbeeld een hoge hypotheekschuld nadelige effecten gaat hebben op consumptie of leidt tot financiële instabiliteit zoals in Amerika gebeurd is. En dat zijn modellen waarin je dus niet uitgaat van een evenwichtssituatie die gegenereerd wordt in de reële sector. Maar waarin je gewoon kijkt naar de structuur van de economie en probeert te kijken hoe de economie zich ontwikkelt en of zich daar kwetsbaarheden in zouden kunnen ontwikkelen. Gebeurt er veel onderzoek naar? Uh, daar gebeurt internationaal wel onderzoek naar. In Nederland, voor zover ik weet, niet zoveel. Uh, dit zijn dus een soort modellen die buiten de neoclassieke economie staan. Uh, Ikzelf ben betrokken bij een werkgroep van het Institute for New Economic Thinking. Zo'n twintig economen uit allerlei landen en allerlei methodologische achtergronden... ...waarin we proberen te kijken hoe kunnen we een expliciete financiële sector inbouwen in een macro-economisch model. Een ander deel van mijn onderzoek uh, is eigenlijk empirisch... Willen we data verzamelen voor een groot aantal landen over de afgelopen twintig jaar, waarbij we willen zien waar bankleningen heen gaan in de economie? Als je dat kunt zien, dan kun je ook zien wat de financiële sector doet met de economie. En of het bijvoorbeeld uitmaakt dat banken heel veel hypotheken verstrekken, versus heel veel leningen aan de reële sector, non-financial business zo gezegd. Dus dat, dat zijn dingen die heel veel uit kunnen maken, maar waarvan we ook nog maar weinig weten. Dus zowel structurele modellen als empirische econometrische studies, dat is waar ik bij betrokken ben.